Ik heb hier een alpaca gevonden bij ons in de badkamer. We zijn lekker aan het chillen. We zijn lekker wakker. Ah, het is zo lekker. Dit moeten we echt vaker doen. En we hebben uiteindelijk ook dit weekend een hele belangrijke beslissing genomen. Want we lopen er namelijk al best wel een tijd tegenaan dat we ons huis te klein vinden voor onszelf en 3 kinderen. Hi, welkom bij een nieuwe weekvlog. Niet doen. Ed zit allemaal hele rare dingen te doen hiervoor in. Het is bij ons donderdag vandaag en Ed en ik hebben de hele dag gewerkt. En nu hebben we net geparkeerd, want we gaan heel eventjes een kopje koffie drinken. De ouders van Ed die zijn bij ons, dus die gaan straks koken. Dus we hebben het helemaal chill en hoeven eigenlijk alleen maar aan te schuiven. Ik wil graag heel even naar de Zeeman, want ik wil even kijken of ze nog leuke rompers en zo hebben. Bij de Hema en bij de H&M. Ik heb Ed net overtuigd, als het goed is, dat hij meegaat. En dan gaan we daarna koffie drinken. Ik ben even brillen aan het passen. Kijk, ik vind hem best wel leuk. Eigenlijk. Hij lijkt alleen wel een beetje op die ik al heb, volgens mij, of niet? Ja, hè? Wel leuk. Ja. We zijn toch maar even aan het werk gegaan. We hadden toch nog wat dingen om af te maken. En we zijn, tenminste ik vooral bij mailcontent aan het schrijven. Ik had ineens allemaal inspiratie voor hele leuke dingen. Dus ik dacht, ik ga het gewoon opschrijven. En het gaat nu onder andere over mijn liefde voor koffie en Spaanse mannen. Maar dat ik uiteindelijk met mijn lieve Ed ben en niet met Juan. Dus. Kijk jongens, ik heb, wat ben je? Oh, je hebt een alpaca. Ik heb hier een alpaca gevonden bij ons in de badkamer. Het is alvast een carnavalskostuum aan het bekijken. Die van mij is trouwens nog steeds niet binnen. Wat had jij besteld dan? Een verpleegjespakje. Nee, ik heb hier. Nee, ik heb iets besteld. Nou, wat is het? Een rits of was? I don't know. Maar voor vrouwen met carnaval is alles koud, zeg maar, allemaal sexy. En hij kan lekker zo'n pak aan. Ja, dat kan ik ook, maar het is allemaal niet in mijn maat. Ja, dit is heel warm, denk ik. Ja, zo beter. Het is helemaal buiten. Maar dit is niet mijn pak, hè? Nee, oh ja. Ik heb met 4 vrienden hebben we afgesproken dat we allemaal een pak voor elkaar kochten. Zodat niemand wist van, maar dit komt dit eerder uit op de vlog. Ja, dit komt van mij, nee. Maar dat maakt niet uit. Nee, dat is, ja, nee. Oh, dat is jouw pak al? Nee, het is zaterdag toch, volgende week? Nee, dat is de week daarop pas toch? Nou, I don't know, maar in ieder geval, ze kijken toch niet mijn vlogs, denk ik. Ik had al eten voorbereid. Ik had van de week had ik heel veel gemaakt voor in de vriezer en voor deze hele week voor de meisjes. Dus we kunnen met lekker eten. Hé, moet je zo niet aan pakken. Maar eerlijk, dat wij niet levelen, dat komt door jou. Ik hoor het piepje van de camera, dus ik weet dat je aan het filmen bent. Oh, ik wilde eventjes laten horen aan jullie hoe ze doet. Ja, je loopt wel in je blootje. Ja, maar als ik de camera niet omdraai, zie je dat niet. Nee, dat klopt. Maar, het gaat heel goed met mij. Ja, met jou wel. Ik slaap aan deze kant, hè? Nee. We hebben altijd een soort van afspraak om de nacht. Slaap de een aan de ene kant en de andere naast de bedjes. Alsof het zo heel erg is om naast de meisjes te slapen. Dan heb je toch een prachtige badjas. Ja, mooi, hè? Heel mooi. Goedemorgen. We zijn lekker aan het chillen. We zijn net wakker. Ja. Het is Valentijnsdag trouwens. Ja, het is Valentijnsdag inderdaad. Happy Valentine. Ja, jij ook, lieve schat. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En ik ben alleen met de kindjes vandaag. Het is werken en het is inmiddels 10 uur. Vanochtend lekker chill gedaan. Lekker ontbijtje op bed gegeten. En nu wilde ik een fruitapje maken, maar ik heb niet heel veel meer in huis. Eigenlijk is alles een beetje opgegaan. Dus ik maak nu hier een soort van smoothie voor de meisjes en voor Ramos. Met avocado blokjes uit de vriezer. Met blauwe bessen uit de vriezer. En dan ga ik er nog een hele mango bij doen. En dan hebben ze toch gewoon een fruithapje. Dus dat ga ik even lekker voor ze maken. Meisjes gaan inmiddels de hele kamer door, tijgerend. Deze dame lag net hier. En nu is ze hier. Dus dat betekent dat Kimberly heel goed op moet letten.
met wat ze allemaal aan het doen zijn. Of ze geen kleine autootjes van Ramos of zo pakken die ze dan in hun mond doen. Ja. Ja, knap hoor, meid. Ja. Ja. Mogen wij nu eten? Ja, kom maar mee. Ik heb lekker alle kindjes hier ingepakt. Wij zijn lekker onderweg naar de supermarkt en we gaan broodjes halen voor tussen de middag. Lekkere broodjes met rozijntjes en Ramos. Gaan we halen. Kindjes in de kinderwagen. Ja, ja. Ramos hier loopt gezellig mee. Hé, jongen? Ja. Nou, wij hebben een feestlunch. Ramos heeft lekker voor een eierkoek gekozen. Ik heb hier broodjes en we hebben lekker Nutella en zo. En ja, dat dus. En Bobby en Charlie die krijgen hier nu dit hapje wat ik daarnet had gemaakt. Ik ben benieuwd of ze het lekker vinden. Nou, het is wel lekker. Maar het is qua kleur misschien niet de allerbeste keuze. Met het rode spul. Maar het is wel lekker, hè, meid? Ja, ja, je krijgt nog meer. Nou, je zusje nog een hapje. Ja, dat doe ik, lieverd. Wij zijn lekker bij het bos. Ed die is al thuis van werk. En we dachten, we gaan lekker het einde van de middag naar het bos. Want het is eindelijk gewoon na, nou, zeker een week is het droog. Dus, en we gaan de meisje in de draagzak doen. Doen wij nooit. Maar we dachten, het is nu wel natuurlijk handig in het bos. Want met de kinderwagen is dat niet zo handig. Dus ik ga weer stoeien met dit ding om te kijken hoe ik dit aankrijg en hoe ik de meisjes daarin ga krijgen. Maar als het dan eenmaal zit, dan hebben we er een minuut of 10 plezier van, want meestal houden we het niet langer dan dat vol. Maar goed, even kijken. Is een van de meisjes al klaar? Nee, bijna. Oh. De meisjes die zijn nog even aan het drinken hier achterin. Zo, het is al gelukt! Het was helemaal niet moeilijk. Ze kan nu natuurlijk haar hoofdje veel beter omhoog houden. Dus dan is het eigenlijk veel makkelijker. Ja. Ah, het is zo lekker. Dit moeten we echt vaker doen. Ondanks dat ik altijd een beetje het gevoel heb dat ze hangt. Is het zo lekker. Zo gezellig. Mwah. En Ed heeft Charlie in de draagzak. Oh kijk. MTB-route. Je mag helemaal niet lopen. Oh. Dit is eigenlijk gewoon echt letterlijk onze achtertuin. Dit is 5 minuten rijden. En het is zo mooi hier. Vooral als de zon dan schijnt. Ik merk echt dat ik een beetje toe ben aan zon. Wij zijn natuurlijk vorig jaar niet op vakantie geweest in de zomer. Omdat toen, ja, we hebben een paar maanden in het ziekenhuis gezeten. En ja, toen zijn we ook gewoon heel weinig buiten geweest en echt niet echt genoten van de zomer. Ik merk toch wel dat ik daar nu echt wel behoefte aan heb. Dat ik het heel fijn vind om naar buiten te gaan als de zon schijnt. Dus dat moeten we dan ook maar gewoon doen, hè? Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En Ed is lekker Bobby en Charlie in een blootje een hapje aan het geven. Ja. Want ze hebben een van de rood spul en dan zit ze er helemaal onder en ze had net gewoon een kleren aan. Dus, ik ben helemaal aangekleed. Ik ga straks lekker naar een vriendin. Die woont in Heerhugowaard. Dus best wel een heel eind rijden, 1,5 uur. Maar ik ga eerst even lekker een fruithapje voor Ramos maken. Hé hey, jongen, uitbijtjes. En... Maar niet toch echte uitbijtjes? Ja, uitbijtjes toch? En druiven. Lief zijn voor papa? Lief zijn voor papa? Ik ga lekker rijden. Ik heb helemaal zin in. Het is heerlijk weer. Het is echt iets van 14 graden of zo. Zon schijnt een beetje. Dus ga lekker op pad. Ik zei al, het is naar Heer Hugo Waard. Dus het is echt dik 1,5 uur rijden. Maar ik doe lekker muziekje op. En dan heerlijk. Ik heb boterhammen meegenomen voor onderweg. Eigenlijk zou ik even koffie moeten halen ook nog. Zo, dat was echt even lekker. Even lekker heel de middag gewoon kletsen, theetjes drinken, koffie drinken. Echt over van alles en nog wat. Alleen maar tetetetete. Dus, nou, helemaal fijn. Het is nu 6:15 en ik ga naar huis rijden. Ben ik rond een uurtje of 7:15, 7:30 ben ik dan thuis. Het is vandaag zondag en ik ben lekker ontbijt aan het maken. Ik ben blij dat ik lekker ontbijt aan het maken ben. Heel goed. Voor iedereen. Er zit een broodje in de oven. Ramos die eet zijn overnight oats. Dat wil hij echt elke ochtend eten. En je maakt hem echt nergens anders blij mee dan met dit. Dus hij krijgt dit. En ja, we gaan lekker ontbijten op zondagochtend. Dat doen we eigenlijk de laatste tijd niet zo heel vaak. Toch? Nee. Maar ik vind het wel altijd gezellig. Ik heb het van huis uit meegekregen. Wij ontbijten. Vroeger. Elke zondagochtend met z'n drieën. Ik ben enigst kind. Dat deden we elke zondagochtend. Dus dat is een soort van traditie of zo. Ik wil eten. Oh, jij wil eten? Ja. Oh, wist ik nog niet.
Ik zit in te denken, Ed, als we onszelf over een paar jaar, of misschien al volgende week als hij online komt, zo terugzien, dan schrik je toch eigenlijk kapot. Dan denk je toch, waarom doe ik dit eigenlijk? Toch? Hoezo denk je dat iedereen er helemaal tippentop zocht zijn? Nee, maar toch, ik bedoel, wij zetten het op YouTube. Andere mensen niet, die zijn slim, die doen dat niet. Zo, ik ben even een fruithapje aan het geven aan deze twee. Ongeduldige dametjes. Hap, één voor jou. Lekker hè? Banaan met aardbei hebben ze. Zo. Voor jou. Hoppie, lekker. We hebben een gezellig huis gemaakt hier. Bobby en Charlie en Ramos spelen in het huis. En de meisjes kunnen zo als het goed is niet weg. Waardoor het net even iets makkelijker is. Want ze kruipen dus echt serieus gewoon hier naartoe. En ik moet nog steeds de boodschappen bestellen. Daar ben ik al anderhalf uur mee bezig en ik ben nog niet klaar, want ik word elke keer onderbroken. Maar hier kun je dus in ieder geval niet weg, dus dat scheelt. Ja, lig jij in het huis? Oeps. Zo, mijn haar wordt lang, jongens. Echt niet normaal. Ik heb het al heel lang niet meer zo lang gehad, maar eigenlijk vind ik het best wel mooi. Het gaat zo meteen weg. We hebben net even lekker koffie gedronken en we hebben uiteindelijk ook dit weekend een hele belangrijke beslissing genomen. Want we lopen er namelijk al best wel een tijd tegen aan dat we ons huis te klein vinden voor onszelf en drie kinderen. En nu gaat het nog wel, maar ik denk als ze steeds ouder worden dat het gewoon beneden echt te klein is. Ik zal zo meteen wel even goed laten zien voor degene die het nog niet weet hoe het eruit ziet. Maar ja, boven valt het wel mee, maar beneden is het eigenlijk gewoon zo dat de kinderen niet echt aparte speelhoekjes kunnen hebben of aparte stukjes voor zichzelf. En het toch een soort van vierkante ruimte is. Dus de vraag was eigenlijk of we dan zouden gaan verbouwen en een uitbouw zouden gaan doen bij ons beneden. Of dat we gaan verhuizen. Nou, uiteindelijk hebben we dus besloten dat we gaan verhuizen. Dus dat we op zoek gaan naar een ander huis. Niet per se meteen nu, want we weten 1, helemaal niet wat we kunnen lenen. We zijn natuurlijk allebei ondernemer, dus dan ligt dat net even iets anders dan dat je natuurlijk een vaste baan hebt bij een bedrijf en een vast contract hebt. Dus dat moeten we helemaal nog gaan uitzoeken. En het grote valpunt, of hoe noem je dat? Het grote struikelblok is waar we gaan wonen. We wonen nu in Waalwijk. En de vraag is even of we hier blijven. Of dat we een ander dorp hier in de buurt gaan kiezen. Of dat we uiteindelijk toch naar Tilburg gaan. Waar we in de eerste instantie wilden wonen voordat we dit huis kochten. Dus, nog heel veel om over na te denken. Nieuwbouw of bestaande bouw. Tilburg of een of ander dorp hier in de buurt. Maar goed, in ieder geval wel heel erg leuk dat we uiteindelijk wel de beslissing hebben genomen dat we daarna gaan kijken en dat we dus hier niet gaan verbouwen. Leuk. Ik heb trouwens net verteld dat we gaan verhuizen. Oh echt? Ja, leuk hè? Ja. Of tenminste dat we dus de beslissing hebben genomen om te gaan verhuizen en niet te gaan verbouwen. En ik had net verteld dat we dus niet weten waar naartoe. En toen bedacht ik me net ineens, want weet je wat misschien heel leuk zou zijn? Ed en ik hadden het daar een keer over gehad, om een soort van huisswap te doen. Dus misschien is er wel iemand die kijkt en die dus in Tilburg woont met een gezin. En die het leuk zou vinden om een soort van huisswap of zo met ons te doen. Weet je hoe leuk dat is? Dat wij dus in het huis gaan van een ander gezin in Tilburg. Vinden zij dat ook leuk, denk je? Ja, weet ik niet. Maar ik zou dat heel leuk vinden. Ik weet niet of het leuk is om in Waalwijk hier bij ons in huis te zijn. Ik wou net zeggen. Maar mocht je nou kijken en denken, oh dat is leuk, want ik wil heel graag in Waalwijk wonen. Nou, wij willen dus ervaren hoe het is om in Tilburg te wonen. Dus dat zou echt wel leuk zijn, toch? Oké, en dit is dus waar het om gaat. Wij hebben echt een groot vierkant blok en dat is super fijn, want het is heel ruim. Als je hier binnenkomt, dan is het eigenlijk heel groot. Alleen, zoals je dus ziet, is er niet echt een aparte speelruimte. Behalve dit kleine stukje en dat lijkt misschien nu redelijk ruim, maar dat is het eigenlijk niet. En straks als de box weggaat, dan kunnen daar de kindjes wel spelen. Maar ik zou het liefst gewoon een soort van, ja, wat minder blokachtig hebben, maar wat meer lang, denk ik. Dus dat is een beetje onder andere de reden waarom wij willen verhuizen en ook omdat we gewoon een groter huis willen eigenlijk. Nou, dan heb je drie kinderen en de enige die uitkomt zwaaien ben ik. Ja. Moet ik alweer zonder jou? Ja, Ed die gaat naar zijn ouders toe. Die heeft morgen EHBO-cursus in Zwolle. Leuk. Dus die gaat weer zijn certificaat, zijn EHBO-certificaat halen. Nee, niet halen, verlengen. Verlengen. En dan... En dan gaat hij weer weg. En het stormt en dan vind ik altijd eng of zo. Dan weet ik altijd liever dat je niet gaat. Maar het moet wel.
Dit is wel heel klef zo, hè? Ja, dat is waar. En iedereen die het ziet, ook dit knippen we weer eruit gewoon. Ja, niet alleen dit, maar gewoon het hele verhaal is nogal klef, niet? Kijk hoe je doet, jongen. Alsof ik op wereldreis ga of zo. Ja. Alsof ik niet meer terugkom. Ik ben echt zo'n watje. Je bent echt zo'n kneuzige. Het is alweer lunchtijd. En ik heb lekker voor Ramos en mij een wrap gemaakt. Voor Ramos heb ik gewoon hummus gedaan en dan een augurk erin. En dan opgerold. En dan krijg ik zo meteen nog meer, hoor. Maar dan gaat hij hiermee beginnen. Kaas heb ik eigenlijk niet eens gebruikt. En dit heb ik voor mezelf gemaakt met hummus. Dit heb ik gewoon allemaal standaard in huis eigenlijk altijd. Cherry tomaatjes, komkommertje, cashewnoten, kaasblokjes, hummus. En dan ga ik dat oprollen en dan maak ik er zo meteen nog één. Oh ja, en ook nog augurk voor mezelf. Ik ga trouwens volgende week mijn allereerste bikini proof training weer geven. In 3 stappen bikini proof. En je kan jezelf daar gratis voor aanmelden. Ik zal de link eventjes hieronder plaatsen. Dinsdag is de eerste, maar er gaan er waarschijnlijk nog wel wat meer volgen. Maar je kan je daar dus voor inschrijven. Ga ik je alle tips geven over hoe je dus in 3 stappen snel bikini-proof kunt worden voor de aankomende zomer. Nou, wij vermaken ons wel, hè, Ramosje, met deze ontzettend winderige en slechte dag. En zonder papa, want wij zijn hier heel gezellig aan het knutselen. We hebben deze doos van de kruidvat. En die zijn we helemaal vol aan het bestikkeren en aan het kleuren. Hè? Ik heb een raket. Oh, je hebt een raket? Hoe leuk zeg. En toen was het alweer maandag. Goedemorgen. Ik heb gisteren niet meer gefilmd. Mijn moeder die is nog gekomen gisteren. Het is natuurlijk nu nog steeds weg. Dus ik was eigenlijk alleen met de kindjes. En ik merkte dan dat ik gewoon te druk was om te filmen. En gisteravond was ik ook super gaar van alles. Dus ik ben lekker op tijd naar bed gegaan. Nu is het dus maandag. Het is nog steeds weg. En ik doe een poging tot thuiswerken met Bobby en Charlie erbij. Wat eigenlijk helemaal niet lukt natuurlijk. Dus ik accepteer maar dat het niet helemaal goed verloopt, hè, dame. Ja, je bent lekker aan het kijken naar mama, hè? Ja. En Charlie die ligt nog in bed. Ik doe al de hele tijd een poging om mijn vlog af te sluiten, maar het lukt niet. Want die twee dames die zijn het er helemaal niet mee eens allemaal. Oké, dankjewel voor het kijken. Even heel snel. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet had gedaan. En ik ga de winnaar eventjes hier na bekendmaken van de winactie van vorige week. Volgende week hebben we trouwens een heel groot feest. Want dan is het eindelijk het mooiste feest van het jaar. En dan ga ik jullie in meenemen. Dankjewel. Doei.